Leuk jullie kijken naar een nieuwe video. Vandaag ben ik bij Noah op stal. Want Noah heeft morgen wedstrijd springen en dressuur. En we zijn nu nog even op stal, want ze gaat nu even de manen van Charisse knotten. En... Wauw, zie jij jezelf? Oh, wauw. En ik ga dus even vloggen voor jullie. Ja. Ja. Nou, we gaan weer verder hoor. Charisse heeft weer wat eten. Oké, ondertussen dat Noah aan het knotten is, heb ik besloten haar stal te doen. Dus ik heb hier alvast een kruiwagen gehaald en een greep. En het is wel grappig, want zij heeft dus een vlasstal. En ik ben dus niet gewend om met de vlas overweg te gaan. Dus ik ga even kijken hoe goed het gaat. Oké, ik ben klaar. En dit is hoe het dus al is. Ik kan dit niet heel goed met vlas. Het is moeilijker dan je denkt. Hier is de kruiwagen, dus die gaan we even legen. Nou, Noah is bijna klaar met die knotjes. Ja. Nou ja, bijna. Ze heeft er al 3 in zitten. En ze is nu bezig met de vierde. Disclaimer, ik ben niet zo heel pro. Nou, ik kan het helemaal niet. Ik doe het je niet na. Nou, Noah die is even aan het wandelen. Nou ja, ze is nog gras eten. Want de kortjes zijn klaar. Oh nee. Oi. Laat je mooie knotten zien, wacht. Dit zijn de knotjes. Ze zijn heel lelijk. De draadjes gaan we morgen nog even afknippen. Ik vind ze best goed gelukt hoor. Ze is nog even lekker eten. Ja. Nou, Noah, dit is je haarkast. En wat ben je aan het doen? Spullenpak van morgen. Want ze heeft 2 emmers gekocht. En dan gaat ze wortels in doen en die andere water, denk ik? Of? Ja, die is voor water, maar ik moet er toch heen en dan kan ik er even wat spullen in. Ik zou ook vliegspray meenemen. Ja, maar ik zoek even mijn eigen. Oh. Deze is officieel gemaakt, dus ik moet er zoveel in. Ik ga even overgieten. Ja, je bent ook mooi hoor. Zie hem kijken in de camera dan. Pak je fame. Pak je shine. Pak je shine. Cute. Wij zijn klaar. En we gaan nu naar huis. En morgen vroeg dan zijn we er weer. 8 uur zijn we er weer. En dan gaan we weer op wedstrijd. Nou, ik niet. Noah gaat op wedstrijd. Ik ga mee groemen. Nou, wij zijn weer op stal. Het is zondag. En Noah vandaag gaat haar wedstrijden. En ik geloof niet door. Ja. Wij staan nu bij Charisse in de stal. En Noah is even de knotjes opnieuw aan het doen. Want die zijn er een beetje uitgegaan vannacht. En daarna moeten we nog even het zadel poetsen. Toch? Yes. En nu werd het veel donker. Daarna, wat moet ze daarna nog doen? Opzaden. En daarna opzaden. Oh, kijk nou hier, ze is helemaal vies. Ze heeft lekker gelegen. Schattig. Nou, wat ben je aan het doen? Moes pakken. Moes pakken. Moes pakken. Ze is helemaal klaar. Moet alleen het hoofdzaal nog om. En dan gaan we zo meteen met de... Ja, jij gaat op Charis, 20 minuten moeten we er naartoe lopen en ik ga op de fiets. Meer knaphaard. Ze heeft ook niet in, dus... Ze heeft ook glitters op. Ik weet niet of je dat kan zien op de camera, maar... Misschien zou het zo meteen wel. Oh, knap! Yay! Yeah.
Noah heeft spring- en dressuurwedstrijd gehad. Die dressuur, nee. Dressuur ging echt heel goed, want ze is tweede geworden. Moet je wel even je prijs laten zien. Ja, ik moet toch even mijn protocol-ding pakken. Oh, de protocol. En springen had ze eerst 3 wijzigingen en daarna ging het wel heel goed. Ja. Ja. Met dressuur had ik 185 punten met de tweede plaats. Yay! Laat even je beker zien. Oh. Yay! Supergoed. En je hebt nu 1 winstpunt, toch? Ja. Ja, nou, ik krijg toch geen officiële wedstrijd. Oh, we zijn nog niet officieel. Maar... Hallo, Kat. Hallo, Kat. Nou, en springen, dat ging eigenlijk... Ja, de eerste 3 hindernissen niet. Ja, toen ging ik helemaal fout. Maar daarna sprong ze wel gewoon weer. En daarna sprong ze echt vet goed. Ja. Ja. En ik ga zo meteen naar huis toe. En we hebben Charisse ook al helemaal op stal... Gewast. Gewast. Of afgespoeld en spullen opgeruimd en zo. Ja. Yay!